mag er zijn als gast. Naast heel veel andere bestuurders, maar ook ondernemers die we daar ontmoeten. En het mooiste is dat ik mag openen als burgemeester van Almere. Ik vind het de eer, tweede keer dat we een haringparty hebben. En daarnaast ben ik één van de te veilen loten. Dat is een lunch met de burgemeester. Vorig jaar mooi succes, mooi bedrag opgehaald voor een goed doel. En dit jaar stel ik me ook weer beschikbaar als leidend voorwerp voor een mooie lunch. Hospice Almere is zo ontzettend belangrijk. Juist voor zij die in een terminale fase van hun leven zitten, om zo'n waardig afscheid van het leven te bieden, maar ook voor hun naasten. Het hospice heeft in een stad van 204.000 inwoners maar een beperkt aantal plaatsen. Juist voor een stuk verzorging, sanitaire voorzieningen verbeteren, is het echt zaak dat we het hospice steunen. De haringparty is gewoon een ontmoetingsmomentum in Almere. Een nieuwe traditie is geboren. Je komt daar bestuurders tegen uit het bedrijfsleven, uit onderwijsinstellingen, uit maatschappelijke organisaties. En juist elkaar ontmoeten op een informele manier. En dat voor een goed doel. Daar wil je bij zijn in Bakbord op 27 juni.